Ja, Corrie. Nee, natuurlijk niet. De coach van het jaar is natuurlijk de coach van dit, dit kampioenselftal. Nee, de grote uitspraak. Ja, over Rusland. En ik hoop echt dat ze eruit gaan. Ja? Allemaal. Ja. Want, kijk, er is natuurlijk al heel veel gedaan. Maar eventjes, 12 van de 33 medailles hebben Rusland al moeten inleveren. Ja. 12 van de 33 medailles. En het IOC heeft natuurlijk gezegd tegen die Russen. Jongens, jullie moeten laten zien dat jullie echt schoon schip maken. Ja. Maar wat ze eigenlijk bewezen hebben, als het dus nu 12 mensen uitzagen, er is een staatsgestuurd dopingprogramma in Rusland. En het IOC heeft ook gezegd, als er een staatsgestuurd dopingprogramma is, gaan ze eruit. Dus het bewijs, het ultieme bewijs is eigenlijk allemaal geleverd. En schone sport, dus gewoon wegwezen. Geen Russen naar de Olympische Spelen? Geen Russen naar de Olympische Spelen. Oké, helder. Ja? Ja. Maar het gaat niet gebeuren, hoor. Nee, want er zijn natuurlijk veel grotere belangen. Morgen gaan we het zien. Veel grotere belangen. Geld, Gazprom, geld, WK, geld, voetbal, geld. En geld. Heel veel Russen in de IOC. Ja. Het aanzien van Poetin. Aanzien van Poetin, dus het gaat niet lukken. Hou op, maar goed, je wou het ook over iets moois hebben, namelijk de verkiezing. De sportverkiezing van het jaar is natuurlijk altijd een heel mooi onderwerp om over te praten. Al is het alleen al omdat ik ooit zelf natuurlijk de sportman van Nederland ben geweest. Dat was vorige eeuw, hè, geloof ik. Nee, deze eeuw nog. Deze eeuw nog. Ja? Oh ja? Oh, dat kan me helemaal niet meer herinneren, joh. En Jaap Eden, die kreeg dan de Jaap Eden trofee. Ja. Maar Jaap Eden, dat is een mooie sportman, een mooie prijs, hè? Ja. Maar weet je wel, Jaap Eden is natuurlijk wereldkampioen fietsen geweest en wereldkampioen schaats geweest. Maar hij is in eenzaamheid gestorven. Och. Ja, heel tragisch eigenlijk. Aan de drank geraakt. Dus daarom is het ook zo, ja, iedereen denkt van mooie prijs, maar het is een heel tragisch verhaal eigenlijk. Dus Jaap Eden. Dus maar wel een mooi dat zijn naam eraan hangt, want ik vind het een fantastische prijs, een heel mooi beeld. Dat krijg je dan ook. Waarom won jij hem ook alweer? Wat heb je toen gepresteerd? Twee keer wereldkampioen. Klopt. 1500 meter. Ja, zeker. Hier staat hij, hoor. Naast mij. Ja, heel fijn. Maar dit jaar is ook een winnaar. En het mooie van deze keer is, we hebben geen gezeik. Oh, geen gezeik? Nou, hang op dan. Ja, kijk, wie denk jij dat er wint? Die longlist natuurlijk was leuk. Even kijken voorbij. Zijn we vergeten. Totaal onzin. We gaan nu naar de genomineerden. Alleen maar winnaars. Ja. Dus de winnaars is nu even makkelijker. Voor de ploeg van het jaar. Vrouwen. Ja, die moet het anders worden. Absoluut. Vrouwenploeg. Geen gezeik. Gaat winnen. De dames. Dames. Daphne Schippers. Maar dat kan niet anders. Die is gewoon wereldkampioen geworden. Een hele grote. Houd toch op, man. Ja. Marit Bouwmeester. Uiteraard. Reken maar dat die gaat winnen. Maar het Bouwmeester heeft met zeilen alles gewonnen wat er te winnen viel. Ja. Wereldkampioen, Europees kampioen. Die wordt sportvrouw van het jaar. Serieus. Nee, ik denk dat moet je toch echt wel even de campagne gaan voeren nog. Ik weet niet hoe je dat gaat doen, maar dit gaat gewoon echt dat. De Schippers die wereldtitel prolongeert. Hè, na de Olympische Spelen, zilver halen en nu gewoon wereldkampioen worden. Hele grote sport. Jongen, ik zal het je zo vertellen. Als Marit Bouwmeester niet wint, dan ren ik een rondje over dit parkeerterrein. Dan wil je wel heel graag. Ja, serieus. Okay, nou, die staat. Zijn we hier wel over eens? Ja. Tom Dumoulin. Uiteraard. Dat is uiteraard. Dat is zeker. Appeltje eitje. Ja. Mooi dat Sven Kramer genomineerd is. Max Verstappen. Maar dit is natuurlijk de sportman van dit jaar. Een mooie sportman. En terecht. Zal ook iedereen het over eens zijn. Dus dat wordt echt en dan nog een sportcoach van het jaar. Natuurlijk moet wel ergens schaatsen zijn natuurlijk. Ja, Corrie. Nee, natuurlijk niet. De coach van het jaar is natuurlijk de coach van dit, van dit kampioenselftal. Nee, kijk, dat is Wiegman. Nee, dat is heel goed. Mooie prestatie. Maar deze man heeft namelijk een heel team alle rijders hard laten rijden. Deze man heeft dus een. Die heeft dus gewoon. Zij heeft een heel team onwaarschijnlijk goed laten voetballen. Nee, het lag op hun gat. En hup, zij als komt. Als het gaat over coaching, dan is de kracht altijd van dat niet alleen op je top, maar iedereen kampioen te laten worden. Nou, ja. Dus hij, deze man op de weken afstanden. Jan Smeekers, wereldkampioen op de 500 meter. Kjeld Nuis, wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter. Sven Kramer, wereldkampioen op de 5 en de 10 kilometer. Nou, als die man hetzelfde doet op de Olympische Spelen dit jaar. Dan is het gewoon halen van bij de mannen alle gouden medailles. Ah ja, dat hij dan volgend jaar wint. Maar nu vind ik Wiegman, de coach van het kampioenselftal bij de vrouwen. De ultieme prestatie is hier geleverd. Oh, wat heerlijk om met jou oneens te zijn. Dus nou, we twijfelen dus over deze twee. Ja. Ik ga het winnen deze keer. Ik ga wel een rondje lopen.